Hey, zoals uh, gezegd vrijdag hebben jullie nog drie apps van mij te goed. Um, ik wil jullie graag met drie dingen meenemen in drie minuten tijd... om uh, te laten zien hoe je allemaal iets sneller en effectiever met social media om kan gaan. En zeker in het verhaal van uh, handmesters meegenomen, hoe je bijvoorbeeld ook... Uh, tijdens het nieuwe werken wat makkelijker met elkaar kan communiceren. Um, daarvoor wil ik met, uh, met drie apps gaan beginnen en de eerste daarvan zien we hier. En dat is uh, Sprout Social. Wat Sprout Social voor mij doet, is mij uh, direct een overzicht geven in hoe effectief, goed, aardig ik uh, social media gebruik. Dus hoeveel mensen hebben mijn bericht gezien, hoeveel mensen hebben het geretweet en op die manier een beetje misschien mijn strategie kunnen aanpassen over wat ik uh, wel of niet plaats. Uh, Sprout Social kent uh, drie features die ik jullie in ieder geval mee wil geven. De eerste daarvan is dit homescreen. Uh, geef je een heel duidelijk overzicht van wat er allemaal gebeurt. Uh, de tweede daarvan uh, is het Smart Inbox systeem wat ze eraan gekoppeld hebben. Ik heb hier zowel mijn LinkedIn, uh, mijn Facebook als mijn Twitter accounts aangekoppeld. En mijn Smart Inbox geeft eigenlijk alles weer waar ik iets mee zou moeten doen. Uh, zo zie je bijvoorbeeld uh, hoeveel mensen jou volgen. Of er nieuwe mensen die jou zijn gaan volgen. Uh, mensen die op je gereplied hebben. Een direct message gestuurd hebben. Dat soort dingen. En uh, hier aan de rechterkant kun je dus heel duidelijk kiezen van hoe je uh, daarmee zou willen... Uh, daarop zou willen filteren. Ik kan er bijvoorbeeld aangeven dat ik alleen berichten van Twitter zou willen zien. Door uh, mijn Facebook berichten bijvoorbeeld uit te zetten. Dat soort dingen. Nou, daarna zoekt hij ook direct het sociale web, web af. Over een aantal keywords. Um, zo zou je bijvoorbeeld je bedrijfsnaam of dat soort dingen in de gaten kunnen houden. derde leuke feature daaraan is uh, de reporting feature. Um, ze geven heel erg goed uh, rapportages weer van hoe bepaalde zaken gaan. Zo zou je bijvoorbeeld voor jouw bedrijf. Twee verschillende producten naast elkaar kunnen vergelijken en kijken wat daarvan de buzz is die op social, social media ontstaat. Um, dat was Sprout Social. Uh, je ziet hiernaast een linkje staan waarmee je iets, verder, iets meer kan kijken van Sprout Social nog. Daarop ga ik er nog wat dieper op in en laat je wat meer van de features zien die erin zitten. Tweede wat ik je graag zou willen zien is Wonderkit. Uh, Wonderkit is van dezelfde max als Wonderlist. Uh, een hele awesome, leuke tool om uh, lijstjes te maken en dat soort dingen bij te houden. En Wonderkit doet is een soort van online projectomgeving geven waarin je samen met andere mensen uh, kan werken aan je projecten. En je kan erin ook voor jezelf een project starten. Uh, denk bijvoorbeeld aan een vakantie die je mogelijk zou willen inboeken. Of uh, plannen uh, daar wat taken en projecten rondom organiseren. Nou, dan kan dat ook. En uh, WoenderKit ziet er als volgt uit. Op het moment dat je binnenkomt, zie je eigenlijk alles wat erin gaande is. Dus behoorlijk wat informatie. Zeker als ik uh, daarin ook nog mensen kan volgen die ik bijvoorbeeld weer vanuit mijn netwerken ken. Um, dan zie je van uh, heel veel dingen voorbij komen. Um, nou, dat wil ik een klein beetje negeren. Um, dus uh, doe dat dan ook gewoon. Want wat het belangrijkste is, is hier het, uh, het projectoverzicht wat je ziet. Nou, Vrij makkelijk om daar wat dieper in te gaan. En dit is het algemeen overview. Zo kan ik op mezelf klikken en daar zien wat voor persoonlijke dingen ik daarin zou willen doen. Dus echt mijn taken en mijn dingen. Um, die task die kun je dus in een taskoverzicht ook nog weer zien. En je kan nog notities toevoegen. Nou, dat werkt allemaal prima. Um, en je kan dus op deze manier weer terug. Uh, dit is bijvoorbeeld een projectoverzicht van een project waar ik aan meedoe. Nou ja. Daarin zie je ook gewoon andere mensen participeren en daarmee actief zijn. En dat uh, werkt gewoon heel erg prettig en het is vooral heel erg snel en vloeiend. Uh, en daarnaast is het mobiel gewoon ook echt heel erg goed beschikbaar. Dus zeker iets uh, uh, om eens even na te kijken. derde wat ik je mee wil geven is uh, Buffer. En ik kreeg een vraag al tijdens de social media for starter sessie, waar ik jullie graag voor uitnodig voor de volgende keer. Uh, hoe plaats ik nu berichten op Twitter uh, gedurende de week of uh, op een bepaald tijdstip. Nou, buffer kan dat grotendeels voor je overnemen. Uh, jij bepaalt zelf bij de settings-instellingen wanneer zo'n bericht geplaatst moet worden. Zo kies ik bijvoorbeeld op Facebook, mijn persoonlijke Facebook, om maximaal twee keer uh, per dag iets te plaatsen. Nou, ik gebruik daar Buffer voor om dat, om dat in te stellen. Uh, maar Twitter, daar doe ik bijvoorbeeld uh, vijf keer per dag een post. Um, via Buffer kan ik dan hier de update intoetsen. Dus ik zou hier bijvoorbeeld kunnen schrijven, kom de volgende keer ook naar Social Friday. Uh, en ik kan dan klikken voor, op uh, Add to Buffer. Dat wil zoveel, zoveel zeggen als van, hè, op dit moment plaats ik dat in een soort van hele grote ton uh, met daarin al mijn updates en trek daar eentje uit op het moment dat dat relevant is. Of op het moment dat een tijdje voorbij komt. Um, vervolgens kun je dan zien onderin wanneer daarin iets plaatsvindt. En wanneer er iets geplaatst wordt. En uh, dan kun je ook nog de analytics bekijken. Wat zoveel wil zeggen als de statistieken. Hoeveel mensen hebben daar nu op geklikt? Hoeveel mensen waren daarmee bezig? Dat soort dingen. Um, wil je daar nog meer over zien en weten? Nogmaals, klik even op het linkje hiernaast. Net zoals bij Wonderkit zo net. Uh, dan kun je nog even doorkijken. En uh, anders zie ik je graag op de volgende Social Friday.